Mijn naam is Chris Nelson. Ik is thans afgetreden, maar was gedurende mijn actieve academische loopbaan verbonden aan de Universiteit van Stellenbosch, se faculteit krijgskunde, wat op Saldanha bij de Militaire Academie gezeten is. Ik was voor ongeveer 30 jaar daar betrokken geweest. Ik heb in 1970 begin als een docent in politieke wetenschap. Hier die iewers in die 80er jare is ek aangestel as die departementele voorzitter en in die middel 90er jare is ek aangestel of is ek verkies as dekaan van die fakulteit. Ek het een termijn gedien en daar die verstryking daarvan het ek besluit om af te tree. Ja, ek het my kwalifikasies verwerf, my meestersgraad in die Universiteit Vrystaat en my doktersgraad hier aan die Universiteit van Stellenbosch. Als lid van die Militaire Academie was ik ook aan die Suid-Afrikaanse Weermacht verbonden. Dat is nou die era voor 1994. En daarna aan die Suid-Afrikaanse Nationale Weermacht. Ik heb ook die rang van kolonel bekleed. Ik heb heel wat navorsingsuitzetten geleverd. Maar na mijn aftreden heb ik het nou maar redelijk ingekort. Net zo nou en dan waag ik mij aan die pen. Ik wil graag mijn dank en waardering uitspreken aan Lidnet Academies dat hulle bereid was om die artikel wat ik geschreven heb te publiceren. En vooral die redacteur, Dr. Francis Galloway, voor die samenwerking en die ondersteuning en die leiding wat ik van haar gekregen. Dit was voor mij van bijzondere waarde geweest. Ja, mensen sal wonder waarom iemand oor hierdie onderwerp zou wou skryf. Democratie en democratisering in Afrika. Wat de mens kan terecht die vraag vragen: is daar democratie in Afrika of is Afrika in een democratiseringsproces? Maar die feit van die zaak is, ik heb besluit om daar oor te schrijven. En wat mij gemotiveerd het, is mijn belangstelling in die politiek. Vanaf een baie vroege stadium was ik geïnteresseerd in alles wat met die politiek te maken heeft. Onder politiek moet de mens natuurlijk verstaan alle ideeën, instellings en activiteiten wat geneem wordt om reëls voor een samenleving op een gezaghebbende wijze te formuleren. En voor mij was het vooral die democratische ideeën en die democratische instellings en activiteiten wat voor mij baie belangrijk was. Na mijn school loopbaan is ik naar die Vrystaatse Universiteit en daar politieke wetenschap gestudeerd onder befaamde personen zoals Herman Strauss, Frans Wessels, Louis van der Watt. En hulle het ons aangemoedig om oor juist hierdie aspect te debatteren. Want dit was die apartheidsera geweest. Nou, apartheid het gewerkt ten aanzien van die blanke component van die bevolking, maar het was een beperkte democratie. En dit was voor een en allemaal duidelijk dat die stelsel niet gezaghebbende reëls en instellings daar kon stellen wat voor die hele samenleving gezaghebbende besluiten zou kon nemen. En ons het toe besef dat daar iets meer inclusief gevormd moet worden. En voor ons was inclusieve democratie die antwoord geweest. En in al die navorsing wat ik daarna gedoen het, het ik hier die idee verkondig en gepropageer. In die 80er jaren het ek begin om navorsing te doen oor die vestiging van een inclusieve democratie in Zuid-Afrika. Ik heb verskeie artikels gepubliceerd en voorleggings gedoen aan onder meer die Departement van Staatkundige Ontwikkeling en die Suid-Afrikaanse Rechtscommissie, wat ook op daai stadium bezig was met een onderzoek naar constitutionele modellen voor een nieuwe Zuid-Afrika. Nou, uiteindelijk, niet als gevolg van mij toedoen, is die
nuwe Suid-Afrika tot stand gebring. En dit het gebeur na die epochmakende gebeure aan die einde van die 80er jare. Die begin van die einde van die Koue Oorlog, die verval van Marxisme, Leninisme en die komst van die derde democratische golf recht oor die wereld. Nou, Suid-Afrika was part en deel hiervan. En in Afrika diezelfde proces postgevat. Afrika het ook begin om te democratiseer. Tussen 1990 en 1994 het nie minder nie as 38 state verkiesings gehou, nieuwe grondwette opgestel en die nieuwe weg van democratie betree. Die hele wereld was in verwachting dat hier een nieuwe era sou aanbreek. Die Amerikaanse politieke commentator Francis Fukuyama het gesê die wereld het die mensdom met die einde van die geschiedenis bereikt. Liberale democratie zal voortaan die golf van die toekomst wees en ongelukkig niet in staat sy optimisme het dit nie gebeur nie. Ja, die nieuwe democratie in Suid-Afrika het ook na een aantal jaren gebleik die een razende succes te wees nie. De kortkominge het ontstaan en hier in die middel van die 2005-2006 het ek besluit om een artikel daarover te skryf. En in 2010 het ek een artikel gepubliseer oor die stand van die democratie in Suid-Afrika. Dit is ook door lid net gepubliseer en dit is in hulle archief beskikbaar, ek kan daar gelees word. Ek het die democratie in Suid-Afrika getoets aan 17 universeel aanvaarde vereistes of noodzakelijke toestanden. En 22 probleemareas geïdentificeerd. Ek het gesien dat in die rest van Afrika het min of meer diezelfde gebeur met die democratiseringsproces. Want na 20 jaar van democratisering was een democratische consolidatie haast nog niet plaasgevind. Nou, dit het my gemotiveer om ook een artikel te skryf oor democratie en democratisering in Afrika. Die werkswijze wat ek gevolg het in die skryf van hierdie artikel was om het in twee dele op te deel. Die eerste deel het gehandel oor een achtergrondsketsing. Daarin het ek die concepte democratie en democratisering verduidelik. Democratie op zichzelf is natuurlijk een baie problematische concept. Daar is niet een universeel aanvaarde definitie daarvoor nie. Jy kry een groot verskeidenheid. Dieselfde met democratisering. Daar is min of meer ooreenkomst oor wat die proces altijd behels. Die bestaande orde stort in een nieuwe structuur en instellings word geskep en een nieuwe waardestelsel word gevestig. En dit wordt geïnternaliseerd bij zowel die politieke elite as die burgerij. Tweedens het ek die theoretische uitgangspunten wat democratisering ten grondslag leidt, geïdentificeer en verduidelijk. Daar is eigenlijk drie dominante democratiseringstheorieën. De eerste een is die politieke cultuurtheorie. Navorsers wat hierdie theorie onderskryf gaan van die standpunt uit dat die sukses of een mislukking van een democratische orde bepaald sal word deur die ingesteldhede van die gewone mense, die massas. Dan is daar die politieke elite keuse theorie. Hulle gaan van die standpunt uit dat het nie die gewone burgerij is wat deurslaggevende rol speel nie, maar die politieke elite. Hulle besluiten, hulle optreden, dit zal bepalen wat die succes of mislukking van een democratische orde zal wees. Zoals ons nou in die Midden-Ooste zien met die Arabische lente, dat is eigenlijk maar die elite wat die toon aangeeft. Die derde dominante democratiseringstheorie wat belangrijk is die macrostructurele theorie. Nou, eintlik is daar een hele aantal structurele theorie. So kan ons een onderscheid tref tussen moderniseringstheorie, klasmachttheorie, conflicttheorie,
ruimtelijke diffusietheorie, nog heel wat meer. Nou, aan die hand van hierdie dominante drie theorieën, het ek een aantal faktoren geïdentificeerd waarom democratie en democratisering in Afrika mank gaan aan vele gebreken. Wat die politieke cultuurfactoren aan betreft, het, en ik behandel het redelijk volledig in die artikel, het ek vooral gewys op die bestaan van een onderworpen politieke cultuur in, gecombineerd met parochiale politieke oriëntaties. En tweedens het ek gewys op die bestaan van een onderontwikkelde en een ondergeorganiseerde burgerlijke samenleving. Wat die politieke elite factoren aan betreft, heb ik vier factoren geïdentificeerd. Namelijk die dominante rol, of die feit dat die politieke elite mag in hulle hande grootliks geconcentreerd het en het geconcentreerd hou. Verder het ek gekyk na die factor wat ek geïdentificeerd het, was die ingryping of die beperking, begrenzing van mediavryheid. Derens die swak demokratiseringsrol wat politieke partye speel. En laastens die rol van die politieke elite in die aftakeling van die scheiding tussen staat en partij. Werkelijk waar, groot probleem. Wat die macrostructurele factoren aan betreft, het ek drie factoren geïdentificeer wat een geweldige rol speel. Namelijk die lae vlak van socio-economische ontwikkeling, die wijdverspreide voorkomst in die tweede plek van conflict in en tussen staten, en derdens die verdeelende effect van etniciteit. Al hierdie factoren grootliks daartoe bijgedra dat die democratiseringsprocessen Afrika mank gegaan het en steeds mank gaan aan vele gebreke. Het is belangrijk om te beklemtoon dat democratie en democratisering in Afrika een geweldige wye onderwerp is. Het is een wye veld wat gedekt moet word. Ek sal waardeer as lesers hierdie kommentaar lever op hierdie artikel en ook kritiek lever en miskien verdere navorsing onderneem, maar ek het regtig waar bloot aan die onderwerp gedaan. Thank you.